allemaal, ik ben vandaag met mijn vriendinnetje, met Mitra. Jullie hebben me misschien wel eens voorbij zien komen op mijn Instagram account, of misschien ook niet. Mitra is sinds kort haar eigen YouTube kanaal gestart en dat is heel erg leuk. Dus mocht je benieuwd zijn naar haar video's, klik dan even op haar hoofd. Wij gaan vandaag de What's in My Mouth challenge doen. En dat betekent dat je allebei 6 items in elkaars mond moet gaan stoppen, waarvan je dus niet weet wat. Je mag dan alleen niet hele vieze dingen in elkaars mond stoppen, maar gewoon meer voorwerpen en ook geen vieze dingen? Nee, geen vieze dingen. Wel etenswaren, maar geen vieze etenswaren, want dat is niet eerlijk. Dus we gaan gewoon random dingetjes in elkaars mond stoppen. En wie de meeste items heeft geraden, die is de winnaar. Dus ik zou zeggen, laten we gauw beginnen. En ik ga beginnen bij Mitra, dus ik ga allereerst dingetjes in haar mond stoppen. En dan moet zij raden wat er in haar mond zit. Dus spannend! Laten we gauw beginnen. Ik ga Mitra natuurlijk wel blinddoeken, want anders kan zij zien wat er in mijn hand zit en wat er in haar mond gaat. En dat willen we natuurlijk niet. Dus Mitra, je krijgt een blinddoekje om. En we hadden net geconstateerd dat deze sjaal heel erg muf ruikt. Dus Mitra, ik durf het niet eerlijk te zeggen, maar hij ruikt muf. Sjaal heeft al een jaar in mijn kast gelegen. Onderin, in het stof. En nu krijg ik hem op mijn hoofd. Zo. Oh, strak. Oh, sorry. Maar ik zie echt niks. Oké, dat is de bedoeling. Hoeveel vingers steek ik op? Ik kan het niet zien. Hoeveel vingers steek ik op, eerlijk? Ik zie het echt eerlijk niet. Ik voel alleen maar geprim. Oké. Mitra ziet niks, dus ze gaat nu gewoon enkel alleen nog proeven wat er in haar mond zit. Oké. Kriebels. Ik heb hier alle spulletjes die ik in haar mond ga stoppen. En ik ga beginnen bij dit. Want dit. Ah! Ik heb al een sponsor voor je make-up. Ja, goed zo. Lekker. Was die wel schoon? Ja, nee, ik had echt een nieuwe gepakt uit de verpakking. Oké, gelukkig. Mondkapje. Oh, wacht, ik moet eerst laten zien. Dat voelde al hard tegen mijn tand. Wat is dit? Ah, hop, daar gaat het. Ja! Huh? What's in your mouth? Een speeltje. Een wat? Een speeltje. Een wat? Een speeltje. Ja, maar wat voor speeltje? Van een bommel. Je kent het wel. Weet je nog het verjaardag van de week? Een motor. Yes, ze heeft het geraden. De tweede. Dus dat betekent dat ze 2 punten heeft. Het is heel klein. Mond open. En get een appel. Kom. Oh, je gaat echt goed. Oh, gross. I'm a foodie. Sorry, die lag ook al heel lang in het stof, maar. Gat voor mijn mond. Wanneer krijgen we de eetbare dingen? Straks. Die wil ik. Ja, die hou ik als laatste, zeg maar. Oké. Kijk. Ik voel een beetje zand van de dennenappel. Oh, qua stof, denk ik. Oké. Okay. Oh. Ah, wat is dit? Huh? Oké. Ik denk, oh, ik heb een rode knijp hoor, toch? Een wat? Rubberen knijp. Wat is dat? Was het een rubberen knijper? Nee. Oh. Een horloge. Oh, kijk. Was dat rubber horloge? Gross. Oké, okay, jammer. Geen puntje. Nee. Mond open. Eet qua. Ja. Je mag het uitspelen hoor. Hoe is dit? Chocolade. Wat zit erin? Dat vind ik wel leuk om te weten. Ik heb hem namelijk zelf nog nooit gegeten. Vies. Lekker. Zeg maar uit. Wat is dat, denk je? Ja, een bonbonnetje, maar het was niet zo. Moet ik mijn mond open? Ja. 1, 2. Gewoon hard en zacht.
gemberwortel. Yo, gross. Oh, dat was de laatste. Maar ik heb wel 5 punten. Yeah. Ja, je hebt 5 punten. Dat is echt goed hoor. Oh my lord. Nu ben jij aan de beurt. Ben je er klaar voor? Nee. Oh god. Ik heb nog steeds zo'n vieze nasmaak. Chocola, gember. Nog strakker. Oh. Zie je wat? Nee. Hoeveel vingers steek ik op? 0. Ik zie niks. Oké. Okay. Let's begin. Mijn zit dus in een zakje. Een heel mooi voorwerp. Die ik heb gepikt ergens in jouw woning. Doe maar je mondje open. Ah! Ah! Ja, raad maar. Is het nou een bloem? Wat voor bloem? Nee, nee, nee. No hands. Terug in mijn mond. Oké, mond open. Wat voor bloem is het? Een roze? Ja! Een roosje? Het is wel een dikje op mijn tong. Een mooie gekoude roos. Eeuw. Ja, heel goed. Uno, voor mij. Punt 1. Dit is het volgende voorwerp. Dat vind ik ook wel best wel leuk. Nou, open up. Ah! Of geluid ook. Wat is het? Je kan het niet ruiken, Manon. Niet van spelen. Strik? Nee, het heeft wel een soort van strik. Een cadeauverpakking, trek je lint? Nou, laat me zeggen, qua cadeauverpakking kom je een beetje in de buurt. Zit daar een spalkval in? Nee, het is geen lint. Het heeft wel lint. Het komt gewoon uit van je vanity hoekje komt het vandaan. Wat is dit? Huh? Je kan er dingen in doen. Oh, een cadeauzakje. Ja. Yeah. Maar het is zo'n strikje. Ja. Ah. Eeuw. Ja. Gross. Nou, geen puntje. Oké. Okay. Ik heb het geraden. Soort van. Half punt. Half punt, ja. Ik ben echt heel lief voor je geweest, want ik heb veel eetspullen. Maar dit is nog niet echt per se om te eten. Tenminste, ik zou het niet doen. Oh-oh. Is het vies? Het kan heel vies worden. Doe maar je mond open. Ah. Oh ja, wat is het? Kijk even met de tong. Nee, helemaal je mond. Oké. Okay. Het doet plastic om hem. Ja. Oh, of een tampon. Ja. Zie je, het kan heel vies worden. I'm on my period now. So niet over nadenken. Nee. Oké, okay, we zijn aangekomen bij de eetspulletjes. Oh no. Deze vind ik zelf heel lekker. En hij is ook best wel lang. Lang. Oh, durf je? Het is heel lekker. Kaneel. Ja, kaneel en? Kaneelkoekje met chocola. Van? Ja, hoe heet het merk? Bolletje. Ja, het zat in je tas. Lekker. Die wil ik zelf ook wel eten. Doe maar je mondje open. Het is heel lekker. Is het eetbaar? Ja, het is eetbaar. Het is eetbaar. Jawel, het is eetbaar. Is het een balletje? Ja. Zag wel goed, hè? Ja! Die was nog een beetje bevroren. Maar ja, jullie dan. Nu zijn we alweer aangekomen bij het laatste onderdeel. Voorwerp. Weer zeg? Ja. Oké, okay, ik weet niet of dit heel goed te zien is op de camera. Wat het is. En als het niet zo goed te zien is, dan hoor je het zo meteen wel. Geef je neus dicht knijpen, want anders ruik je het misschien al. Ja? Ja. Oké, okay, neus dicht, mond open. Oh! Nee, doe je mond dicht. Het is lekker, het is lekker. Doe je mond dicht. Help! En ga ik kots voor, ik hou niet van banaan. Oh shit. Ben ik als een spie. Sorry girl. Oh. Ik heb iets heel goors net in mijn mond gehad en ik proef nog steeds die pindakaas. Lekker. Maar ja, de rest viel toch best mee achteraf gezien. We hebben het best goed gedaan. Ja, hoeveel punten heb ik uiteindelijk? Volgens mij, jij 5, ik 4.
Dus nou, je had eigenlijk 4,5. Ja, 4,5. Dus eigenlijk vind ik dat we best dicht bij elkaar in de buurt komen qua punten. Je hebt het heel goed gedaan. Jij ook. Dankjewel. Echt heel goed geraden, vooral die speeltjes. Dan denk ik van, hoe kan je dat raden? Maar ik wist het gewoon. Ze wist het gewoon. Voor nu heel erg bedankt voor het kijken en ik hoop dat jullie het leuk vonden. En natuurlijk dat jullie het ook leuk vonden dat Mitra een keer in mijn filmpje zat. Yes. En hopelijk zie ik jullie de volgende keer weer. Doei! Topic video voor jullie, alweer, I know. Maar dit keer niet van beauty, maar van fashion artikelen. Ik heb namelijk online geshopt bij lovies.com, een webshop die...